Maar zorg ervoor dat niet alles in de intro over paarden gaat. Want ik ben natuurlijk niet fulltime paarden-YouTuber, wel veel. Ik heb niet zoveel gefilmd op school, maar we hebben nu weer een promotie. Ze heet Dominique, ze is 23 jaar en haar kanaal heet Horse Around. De link van haar YouTube kanaal en haar Facebook pagina staan in de beschrijving. Haar kanaal gaat over trainen van haar paard Zorro en alles om hem heen. En ook heel af en toe gaat het ook over persoonlijke dingen, zoals haar ziekte. Die heet, oh god, cystic fibrosis. Nou ja, dat zou ze daar wel vertellen, denk ik, wat dat is. Elke zaterdag om 6 uur uploadt ze een video en soms een extra video, maar daar heeft ze er geen uploadtijd voor, zeg maar. Op haar Facebookpagina staan er updates over wat ze allemaal gedaan heeft met Zorro en hoe het met hem gaat. En haar hobby's zijn haar eigen paard natuurlijk. En verschillende muziekinstrumenten. Op dit moment een viool, dus er zullen wel wat afwisselingen zijn. En ze houdt van nieuwe dingen doen met haar paard. En ze vindt het belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten moet worden. Dus ja, abonneer allemaal zeker op haar kanaal als het je wat lijkt. Neem in ieder geval een kijkje en kijk of het je wat lijkt. Ik denk het wel, het lijkt me echt een heel leuk kanaal. Ja, abonneer zeker. En ze zei dat ik zo door moet gaan met YouTube. En ja, dankjewel. En jongens, willen jullie nou ook dat ik jullie promote? Dan moet je even in de beschrijving kijken en maak een video. Dat is natuurlijk heel leuk, want dan kan iedereen zien hoe je echt bent en zo. En wie je nou eigenlijk bent. En gewoon de vragen beantwoorden, gewoon hetzelfde. En natuurlijk kan je het ook op deze manier doen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar de video is misschien nog wel leuker. Want dan doe ik hem gewoon in mijn video plakken. En dan kan iedereen gewoon zien wie je bent. En ja, dan kunnen ze gewoon naar je kanaal linken. Dus hartstikke leuk natuurlijk. Verder mogen jullie intro's weer gaan insturen. Maar er zijn wel wat regeltjes voor. Ja jongens, we zitten aan de regeltjes. Ook voor het eerst. De intro mag niet langer zijn dan 10 seconden. Alsjeblieft, dankjewel. Kijk, mijn kanaal, er zijn natuurlijk grotendeels paardenfan, maar zorg ervoor dat niet alles in de intro over paarden gaat. Want ik ben natuurlijk niet fulltime paarden-YouTuber, wel veel, maar niet fulltime. En zorg gewoon dat er niet alleen paard in zit, maar ook gewoon andere dingen. Paard, wel een beetje paard, want ik ben natuurlijk ook wel heel veel paard. Maar, oké, ik ben heel veel paard. Maar gewoon ook andere dingen. Kijk goed of dat de muziek mag, want soms dan mag je muziek, zeg maar, krijg je een boete van YouTube omdat je zeg maar die muziek niet mag afspelen. En dat zou natuurlijk heel jammer zijn als jouw intro hartstikke mooi is, maar de muziek niet mag doen. Hij wordt een week gebruikt en mocht die van jou echt heel leuk zijn, net als die van die ik nu heb, Happy, weet je wel, dan blijf ik hem gewoon langer gebruiken. En dus doe gewoon je best, leef je uit en je leert. Kunnen het wel. Nou, tot morgen allemaal. Joehoe! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien. Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg joehoe!